Nou, ik zie geen concurrentie hier. De enige concurrent zou Julian kunnen zijn. Hé, hey, Julian, daar ben je al. Hè? Wat zei je, Steve? Julian, concurrent? Hoezo? Nee, dat was gewoon niks. Steve, wacht! Hoezo concurrent? Is er een wedstrijd? Wat was dat nou met Steve? Waarmee wil hij van me winnen? Vast iets met het ballenbad. En hij heeft vast ook al geoefend. Goedemorgen, Julian. Waar ga je zo snel heen? Nou, ik moet nog iets oefenen. Het is echt heel belangrijk. Allee, hoppa! De nieuwe sprong van Julian Vogel. Dat kan niemand. Dat was de dubbele Julian. Dat doet Steve me niet na. Julian, ben je nou echt van de trap afgesprongen in het ballenbad? Dat kan echt niet hoor. Wow, Julian, dat was echt cool. Zag er super cool uit. Helemaal niet super. Oké, Brigitte, het spijt me. Hey Sarah, heeft Steve jou dat ook laten zien? Eeuw, nou gelukkig niet. Hé, smerig, bah. Hé, wat doet Julian nou daar? Oh, te gek zeg, die driedubbeles, Julian. Ik ga zeker weten winnen. Oh, auwe, Julian, ik word hier door minstens 10 ballen geraakt. Wat? Maar zo weinig, niet meer. Sorry Ashley, dat was niet mijn bedoeling. Ik oefen iets voor Steve. Oh, Julian, dat heb je vast verkeerd begrepen. Steve die wil niet tegen jou in het ballenbad. Wat? Hoezo? Het is iets heel anders. Wacht, blijf hier. Wat wil hij dan? Hé, kijk, wat vind je ervan? Heb ik zelf gemaakt. Is dat echt wat ik denk? Dat is vreselijk smerig. Eeuw! En snel weer in de tas. Man, iedereen is ja totaal in shock. Waarom? Is toch kunst? Hé, Kira, stop. Wacht even. Ik wil alleen met je praten. Het gaat om iets heel persoonlijks en dan moet je niet verkeerd begrijpen, hoor. Maar weet jij wat Steve van plan is? Zeg hem alsjeblieft. Please, kan je het me alsjeblieft zeggen? Nou, over Steve wil ik liever helemaal niet praten. Nee, dank je. Oh, nou, dat moet dan wel heel iets cools en gevaarlijks zijn. Maar wat dan? Hé, is hij nou serieus? Wil hij turnen? Maar hij weet toch dat ik de beste ben en dat hij daarmee echt niet van mij winnen kan? Ashley, wat is er met Steve gebeurd? Oh, Kira, stop maar. Ik weet het al. Hé? Dat had ik echt niet gedacht. Iedereen praat over mij en mijn kunstproject. Dat is best cool, hoor. Oké, Steve is weg. Hij wil vast een turnwedstrijd met mij doen. Nou ja, dan gaat hij dan mooi verliezen. Laat ik nog wat oefenen. Zo, en hop, dat kan hier ook die drievoudige Julian. Net als in het ballenbad. En met één hand, nou, dat is ook geen probleem. Oh, zeg het maar. Zoiets heb je nog nooit gezien, hè? Zulke kunst. Dat zie je nergens. Nee, zoiets smerigs heb ik gelukkig nog nooit eerder gezien. Oh, en in ieder geval ook niet zo groot. Dat was echt super smerig. Oh, wanneer jullie dat smerig vinden, dan is dat echt de kunst. Dat is een goed teken. Oh man, stel je voor dat deze kunst hier verspreidt. Dat kan echt niet hoor. Straks zit het in het ballenbad. Oh nee, oh, dat zou zo smerig zijn. Eeuw. Oké, ik ben zover. Hé, Steve, we kunnen beginnen. Wat voor challenge wordt het? Je is al goed. Ik ga het je zien. Nou ja, Steve, ik weet niet waarom je tegen mij wil strijden, hoor. Maar je mag het proberen. Je weet dat ik de beste in turnen ben, hè? Weet je wat? Ik laat je de drievoudige Julian zien. En dan heb je waarschijnlijk toch geen zin meer. Hè? Hoezo? Het gaat helemaal niet om turnen. Het gaat om iets waar ik heel goed in ben. Kunst. Hè, kunst? Maar ik kan je helemaal niet tekenen en kleuren. Kinderen, ik wil graag even met jullie praten. Oh, Brigitte roept, ik vertel het je straks. Oh, Steve, echt? Hey, je kan me toch niet in de steek laten? Kom op, man. Is iedereen daar? Oh, waar is Julian? Relax, ik ben al hier. Kom, begin maar, hoor. Julian, ik wil niet flauw doen, maar ik weet zeker dat ik de beste ben. Zo, kinderen, we oefenen samen nog één keer het ABC en dan gaan we naar boven. Oh zo, daar heeft hij op geoefend. Hij kan het beste het ABC opzeggen. Nou, dat zou inderdaad kunnen, hè? Nee, maar wacht even. Ik moet winnen. Ik wil de beste zijn. Wie wil er beginnen? Nou? Is er iemand die vast wil beginnen? Hier, ik. Ik wil graag als eerste. Mag ik? Oké, Julian. Zo enthousiast ben je anders nooit. Nou, brand los. A, B, C, D, F. Nee, E. F. Hoe gaat het nog maar verder?
Dat ging ja snel. Misschien had iemand anders ook wel gewild, Julian. Ja, maar de rest wel geloof ik niet. Want nou ja, ik ben gewoon de beste in ABC. Ja, toch? Zeg het me nou. Ja, toch? Julian, dat heb je erg goed gedaan hoor. Maar het is vandaag wel erg onrustig. Gaan jullie eerst maar weer spelen. We gaan later wel naar boven. Nou, zullen we dan samen met de poppen spelen? Ja, goed. Maar we moeten ook op Steve letten. Je weet wel waarom. Nou, Steve, zeg het maar. Ik ben de beste. Ik heb de challenge gewonnen. Hè, wat heb je gewonnen? Ik snap het niet. Ik heb je nog helemaal niks verteld. We zijn nu alleen. Kom, ik vertel het je. Wacht even, ik moet snel mijn kunst gaan halen. Kijk hier maar eens naar. Heb je ooit zoiets groots en geweldigs gezien? Een reuze snotje. Oh, Steve! Oh man, respect! Is dat jouw reuze snotje? Heb je die alleen van jouw snot gemaakt? Ik heb thuis een snotdoekje waar niemand van weet, maar zo groot is die niet. Ah, ja, dat is allemaal voor mij. Heeft echt lang geduurd trouwens. Ja, toen ik verkouden was, toen ging het een beetje sneller. Het heeft ongeveer 2 maanden geduurd. Wauw, oh man, daar geef ik je een schouderklopje voor. Echt respect, Steve. Daarmee kan ik je niet verslaan. Ja, ik heb de Snot Challenge gewonnen. Hé, wat? Wat heb ik daar gehoord? Nee. Misschien is dat wel een nieuwe uitdaging. Oh, hebben jullie dat gehoord? Hoe jullie al reageerden? Hij vindt het niet eens smerig. Oh, alle hoop is verloren. Kom, wij gaan spelen.